De eerste elftallen van Sparta en Volendam spelen ook tegen elkaar op deze zaterdagmiddag. En daarom de jong-editie gespeeld in Maassluis. Het is een belangrijke wedstrijd voor beide ploegen, want er is wel wat concurrentie. De onderste ploeg, de laagst genoteerde jongploeg, loopt het risico op degradatie. Daarom voor beide ploegen belangrijk om tenminste één jongploeg onder hun te houden. Volendam, goede aanval via Tyrell Wouter. Maar de voorzet komt niet terecht bij een ploeggenoot. Jong Sparta dan. Aanval vanaf de linkerkant. Maar het schot geblokt door Rob Tol. En het levert niets meer op dan een corner. Opbouw vanuit achteruit via Van Oevelen. Maar dat gaat niet helemaal goed. Veel ruimte dan. Maar Sparta wordt opgehouden. En dit schot is ook niet iets waar Kane van Oevelen wakker van ligt. Volendam levert weer in bij Sparta. De ploeg getraind door Geert Arend Roorda. En weer een redding van Oevelen. Is dit buitenspel of niet? Er wordt niet gevlacht. Er wordt niet gevlacht en dus is dit gewoon een reuzekans. En ook een hele knappe redding dan van Oevelen. Sparta is de baas in het begin van de wedstrijd. Maar het vizier nog niet op scherp. Deze poging van Rosario. Ook minimale meter naast. Van Kleef met de voorzet. En dit is toch ook zomaar weer een kans voor Sparta. Het is geen eerste helft om op het puntje van je stoel te zitten. En dus 0-0. Tweede helft dan. De zon is onder. En zowaar een doelpunt. Joey Antonioli. Het is geen buitenspel. En Antonioli blijft heel rustig. En heeft ook een beetje geluk dat de bal nog wordt aangeraakt. Waardoor hij hem uiteindelijk zo binnen kan schuiven. Volendam op voorsprong. De ploeg die al met 7-0 verloor van Katwijk. Maar zich dus weer heeft opgericht. En nu de eerste drie punten van het seizoen kan binnenhalen. De zon schijnt inmiddels weer. En misschien ook wel spreekwoordelijk voor Volendam. Dit is ook een schot uit de tweede lijn van Addo. Ingevallen in de tweede helft. En Sparta moet aan de bak. Maar aan de bak, dat is uit een ander vaatje tappen dan dit soort schoten. Sparta weer. En dan zit hij erin. 80ste minuut, Mohamed Tahiri. Het vuur wat zo vaak miste in de doelpogingen van Jong Sparta deze wedstrijd is er nu wel. En dan zie je bij Mo Tahiri, dan zit hij er gelijk in. Goed weggelopen bij Darren Payne. Die Rob Tol kwam aflossen na een uur. En Jong Sparta wil dan ook de drie punten binnenhalen. Tahiri, goede actie. En is dit een kans? Maar een goede redding van Oevelen. Die echt zijn ploeg op de been houdt. Constantijn Schop was het met de poging. De slotfase is leuk. Aan beide kanten gebeurt er veel. Want dit is ook een verraderlijke poging. Maar Korevaar heeft deze vrij gemakkelijk. Het blijft bij 1-1. En dus allebei een punt voor zowel Jong Sparta als voor Jong Volendam.